was een keer een prinselijke sheika. En die woonde in Oostvlier Fluita. Die had zo'n gaan, man, dat hij het zelf echt niet meer wist. Want die gasten, hè, de gastenbronnen, die bleven maar olie spuiten. Echt waar, dat was zo'n degotante rijktist. Die man had ook echt alles wat hij werkelijk wilde. Die had een eigen voetbalstadion, die had een eigen golfterrein en die had ook nog eens van die 7 mooie rubbesjaarse dijkje billen. Echt, man. En die woonde in een aasparadijs in de woestijn. Ja, maar die had een baan voor bobslee, hè? En die had ook nog zo'n hoge schans om van te springen. En die deed er zelfs een langloof en ik weet niet, nog meer van die dingen. Die zijn zwembad, hè? Die zijn zwembad was Olympisch, want hij droomde veel van goud. En onlangs kocht hij nog heel snel een tropisch kunstmatig regenboot. Maar ja, één ding was hij wel uit oog verloren, hè? De laatste hemd die heeft geen zakken. Geen reet, geen velkoog, geen enkele knoop. Er valt dus helemaal niks mee te pakken. Want ja, in Terminus dorp, dat is niks te koop, hè. Maar niks, hè. Maar echt noegabollen en maanden, dus is gewoon niks te zien, hè. Geen diamanten, geen Ferrari, geen bitcoin, geen handel. Maar echt zelfs geen...